Klinkt raar, je betaalt door de zesde. Je krijgt de vijf, maar de zesde doneer je aan de voedselbank. We zijn er hard door geraakt. Natuurlijk, net als de rest van ondernemend Nederland, hebben we daar echt wel flink onder te lijden. Maar dat wil niet zeggen dat we stilzitten. We willen heel graag vooruitkijken en zover als het kan ook echt met nieuwe initiatieven komen. Dus we denken continu, elke dag weer, denken we na over nieuwe manieren om onze producten goed af te kunnen zetten. Ik wens je heel veel soeps, met name bedoeld om verspillingen te voorkomen, maar ook om iemand een warm hart toe te dragen, zeker in deze tijden. De consument betaalt er zes en dat klinkt misschien heel stom, maar de zesde zak doneren ze aan de voedselbank. Het initiatief wat is gestart is eigenlijk vanuit twee manieren heel mooi te noemen. Je gunt iemand echt een mooi pakketje soep, maar aan de andere kant help je er ook weer mensen mee in nood. En zeker in deze tijden met alle coronaperikelen eromheen is dat een heel mooi gebaar.